In deze film gaan we het Dragan-effect maken. En het Dragan-effect is vernoemd naar de Poolse fotograaf André Dragan. En het kenmerkt zich door een heel hoog contrast en een relatief lage verzadiging. En het werkt eigenlijk gewoon heel goed bij koppen van oude mannen. De eerste stap die ik ga doen is de laag dupliceren en dat doe ik middels de sneltoets Ctrl J en je ziet ik krijg er een nieuwe laag bij en deze ga ik omzetten naar zwart wit. Ik ga geen ingewikkelde omzetting doen naar zwart wit. Ik wil gewoon de verzadiging eruit halen en dat kan ik doen met de sneltoets Ctrl Shift en U en je ziet ik krijg in één keer een zwart wit foto. Wederom moet ik deze laag nog een keer uh, kopiëren, dus ik druk wederom op Ctrl J en ik krijg nog een kopie erbij. En deze twee zwart-wit lagen die gaan uiteindelijk samen zorgen voor mijn hele harde contrast. De bovenste laag die ga ik omkeren, dus ik ga hem zeg maar negatief maken. Wat zwart is, wordt wit en wat wit is, wordt zwart. En dat doe ik middels Ctrl-I. En nu ben ik dus bijna echt helemaal klaar met de preparatie van deze lagen. Er is nog één stap voor deze bovenste laag. Dat is om met rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Want nu kies ik namelijk bij filter en vervagen voor oppervlak vervagen. En ik ga hier dadelijk dingen aan doen. En de dingen die ik ga doen wil ik later nog aan kunnen passen. Dus vandaar dat ik er een slim object van maak. Nu heb ik een vrij wazige foto. Maar met deze wazigheid kan ik eigenlijk wel iets. Ik kan hier een beetje mee spelen. En dat doe ik op een manier door de dekking van de laag te veranderen. Die staat nu nog op normaal. Maar die zet ik bijvoorbeeld op intens licht. En je ziet opeens komt die detaillering gewoon terug. Alleen de detaillering is gebaseerd op de zwart-witte onderliggende laag. Als je die uitzet, dan krijg je natuurlijk gewoon de kleurenvariant. Dat gaan we op de een of andere manier ook nog terughalen. En dat doen we door zowel die zwart-wit laag. Als die bovenste laag te selecteren door de CTRL ingedrukt te houden en deze allebei in één groep te zetten. En een groep maak je gewoon via de sneltoetsencombinatie CTRL-G. En standaard staat de dekking van een groep op doorheen halen, maar die mag in dit geval op bedekken gezet worden. En je ziet, ik krijg een hard contrast in mijn foto eigenlijk gewoon ja, in een handomdraai. Als ik het uitzet of aanzet, zie je dat er een goed verschil is. En als je de groep opent, kun je bij het filter oppervlakte vervagen eventueel nog je contrast een klein beetje aanpassen. Dus ik ga de straal wat hoger zetten en de drempel wat lager. De straal bepaalt je uh, contrast en de drempel wanneer het eigenlijk actief wordt. En zo vind ik het iets fraaier, denk ik. Mag de groep weer dicht? Heb ik dus al wel het juiste contrast in mijn foto en je zou hier kunnen stoppen, maar ik wil ook nog iets aan de verzadiging gaan doen. En ik wil er uiteindelijk ook nog wat andere filters overheen. Om aan die verzadiging te werken, gaan we wederom de achtergrondlaag kopiëren. Dus ik klik op de achtergrond en ik druk op Ctrl J om hem te kopiëren. En ook hier haal ik de verzadiging uit met Ctrl Shift En U. En de dekking van deze laag, die zet ik niet op normaal, maar die zet ik op een En je ziet, ik krijg in één keer een beetje een donkere, onverzadigde sfeer. Alleen de foto is te donker. Als je het vergelijkt met dit als origineel en dit als huidige versie, vind ik dit gewoon te donker. Daar kan ik een aanpassingslaag voor maken en die aanpassingslaag die heet niveaus. En die komt er dan boven te staan. Als je nu boven in je niveaufilter gaat schuiven, dan heeft dat invloed op alle onderliggende lagen en ook op de oorspronkelijke laag. Ik zet die tussenlaag even uit, want je ziet bijvoorbeeld dat de echte lichte partijen hier in het haar of daar op het overhemd zitten. Nou, en als ik nu bijvoorbeeld de foto wat lichter ga maken, dan gaat dat al heel snel uitbijten. En aangezien die tussenliggende laag, die staat op een zal de onderliggende laag ook zichtbaar zijn. Dus ga ik nu aan het pijltje schuiven, dan zie je dat het ook allemaal mee uitbijt. En dat is niet de bedoeling. Dus ik ga dit filterniveaus koppelen aan alleen mijn zwart-witte laag, die op een vermenigvuldige staat. En dat doe je middels dit icoontje. En dan komt bij jouw laag komt nu een pijltje bij. En dat betekent dat het alleen effect heeft op de onderliggende laag. Dat heet een uitknipmasker. En als ik nu het pijltje ga verschuiven, dan zie je dat mijn hooglichten eigenlijk gewoon best wel beschermd blijven. Maar het licht in mijn foto komt wel gewoon geheel terug. En ik kies hier iets wat ik gewoon fraai vind. Ik ga voor dit. Ben ik er nog niet helemaal, wil ik nog twee aanpassingsfilters erop leggen. En dat doe ik bovenaan. Dus ik klik op de groep en ik klik op een nieuw aanpassingsfilter. En de eerste die ik zeg, dat is kleur opzoeken. En wat kleur opzoeken doet, is je maakt een soort tabel en die leg je eroverheen. En dat zegt bijvoorbeeld van nou, alle blauwtinten tinten hieronder in de foto krijgen een bepaalde uh, andere tint. En alle uh, rode tinten uit het gezicht krijgen weer een andere tint. Dat is wat een kleur opzoektabel doet. En degene die je moet kiezen, die vind je hier bij 3D en die heet Fall Colors. En die zit gewoon standaard in Photoshop. En je foto wordt er eigenlijk gewoon wat warmer door. En tot slot ga ik nog een aanpassingslaag maken van de levendigheid. En trek ik die levendigheid gewoon naar beneden. En zo vind ik het effect wel aardig. Eventueel kun je nog wat dingetjes aanpassen. Bijvoorbeeld bij je niveaus daarom. Je foto toch een beetje donkerder te maken. Of hier terug naar oppervlakte te vervaren. En dat is het mooie van ja, non-destructief werken. Je kunt altijd gewoon nog dingen aanpassen. En op deze manier maak je dus het Dragan effect van een foto. Je zou het in een handeling kunnen stoppen. Klik hierboven even om te kijken hoe dat moet. En ik zou zeggen verder, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!